Welkom bij weer een nieuwe serie Trots op Gelderland, waarin we op zoek gaan naar bijzondere en innovatieve bedrijven die ons dat trotsgevoel geven. Vandaag een uitzending met prijswinnaars, want innoveren wordt beloond in onze provincie. We duiken in de wereld van de glow in the dark en we zoeken het hogerop met vliegtuigraampjes. Met u is, maar als ik in het vliegtuig zit, wil ik graag bij het raampje. Lekker naar buiten kijken. Nou zijn die raampjes en ook spiegels op vliegtuigtoiletten tot nu toe gemaakt van kunststof. Maar er is een bedrijf in ons eigen Voorthuizen die is het gelukt om zulk flinterdun glas te maken dat het gebruikt mag worden in vliegtuigen. En dat bedrijf zit hier midden op het platteland in Voorthuizen. Je ruikt zelfs de varkensstal hier. Wauw, dan stap je hier binnen in een compleet high-tech bedrijf. Ja. Dat verwacht je hier helemaal niet. Nee, dat hoorden we vaker op deze plek. Ja, maar er zat hier vroeger ook al een glasbedrijf. Dit is het. Dit is het basismateriaal waarmee we werken. Allemaal heel erg ultradun materiaal. Veel dunner dan het glas wat je waarschijnlijk in jouw huis of op andere plekken zal laten zien. Hoe dun is dun? Dit is een halve millimeter dik. Oké. Okay. Ja, dus het is dus zeg maar vergelijkbaar met het glas wat op je telefoon en op je iPad wat je het wel aantreft. Het materiaal in die dikte tref je ook wel, maar dan vaak ook wel een aantal laagjes. Ja. En dat is het basismateriaal waar wij hiermee werken. Ja, en wat voor eisen moet dat glas dan voldoen? Wil het in een vliegtuig gebruikt mogen worden? We hebben het over een aantal dingen waar je aan moet voldoen. Met name heel veel eisen die worden gesteld door de internationale luchtvaartautoriteiten waar je aan moet voldoen. Dus we moesten ook gaan kijken van welke regels zijn van toepassing op dit product. En hoe gaan we aantonen aan de internationale luchtvaartautoriteiten. In Europa hebben we het dan over EASA. Hoe gaan we aan EASA aantonen dat dit product veilig is voor de toepassing in een vliegtuig? Waaraan moet dat glas allemaal voldoen? Wil het in een vliegtuig gebruikt mogen worden? Nou, je hebt heel veel dingen te maken met impact testen, dus met scherfvorming. Je moet het tegenaan kunnen vallen zonder dat het breekt. Op het moment dat er een brand uitbreekt in een vliegtuig, mag het product niet de brand verspreiden, maar het mag absoluut geen vlam vatten. En dat soort zaken heb je wel mee te maken. Dus binnen al die dingetjes moet je wel zorgen dat het product iedere keer weer voldoet. Is het nou zo gegaan dat een vliegtuigbouwer op een gegeven moment zei, ik wil wel glas in mijn raampjes en glazen spiegels? Het was de klant van een vliegtuigbouwer die interesse toonde en die met die vraag aankwam. En dat was in eerste instantie een vraag voor een glazen trap. In een Boeing 747-800. Oh, ja. En glas was natuurlijk gewoon no-go, hè, een vliegtuig. Dat kon echt niet. Maar ze gingen daarmee wel de vraag stellen naar bedrijven die wel specialisten hadden in bijzonder glas. En zo kwam die vraag hier in Voorthuizen. Kijk, en hier zie je dat de mensen bezig zijn met het samenstellen van een raampje. Dus ze zijn nu een anti-versplinteringslaag zijn ze aan het aanbrengen tussen twee lagen glas. En dat doen we dus om het product wel helder te houden, maar op het moment dat het breekt, dat het niet in allerlei splintertjes uit elkaar valt. Krijg je dan ook regelmatig controle hier? We krijgen met regelmaat controle van de Europese luchtvaartautoriteit. Die hebben dan wel een Nederlandse vertegenwoordiging van de Rijksluchtvaartdienst. Maar die komen een aantal keren per jaar wel langs, ja. Nou, dan hebben we het productieproces van het glas is dan afgerond. En dan hebben we hier de spiegel zoals die is verzilverd. En dan kan je dus zien hoe het eindproduct eruit ziet. Dit is die van kunststof. Ja. En dit? Dat is ons glazen product. Je ziet het verschil wel, hè. Dit is helderder en op de een of andere manier zit hier, kijk maar even mee met je, een waasje over. Ja. Bijzonder, hè? Gewoon gemaakt in Gelderland. Zometeen ga ik proberen of dit glas wil breken, misschien wel wil branden. Maar eerst gaan we een Gelderse wetenschapper loslaten in het lab. In Gelderland kunnen we trots zijn op onze universiteiten. Daar wordt namelijk baanbrekend onderzoek gedaan. Klein onderzoek,
maar ook heel groot. Deze week professor Dr. Jelle Barends. Dat ben ik. Dankzij Jelles onderzoek wordt het opsporen van kanker steeds eenvoudiger en vooral veel sneller. En dan met name prostaatkanker. Dit doet hij door slim gebruik te maken van bruin roestig water. Deze zwarte vloeistof is een contrastmiddel en draagt erbij dat we kanker beter zien. Daar kan je uitzaaiingen in lymfeklieren van 2 mm mee ontdekken. En dat heeft dan als gevolg dat mijn collega, de behandelend specialist, met die beelden beter zijn weg kan doen. Ik ben in feite dus het navigatiesysteem van de specialist. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een baanbrekende ontdekking gedaan in de opsporing van kankergezwellen. Met speciaal ijzercontrast kunnen ze met een MRI-scan kankeruitzaaiingen in een heel vroeg stadium zichtbaar maken. De patiënt krijgt een infuus met ijzerwater. Dit ijzerwater wordt opgenomen door witte bloedlichaampjes. Die witte bloedlichaampjes zitten na 24 uur in normale, gezonde lymfeklieren. Het bijzondere is dat deze ijzervloeistof zwart kleurt op een MRI, waardoor gezonde klieren zwart zijn en uitzaaiingen wit. En dus oplichten. Moest de patiënten eerst wachten tot de uitzaaiingen groot genoeg waren om te zien, nu zijn deze al vroeg op een MRI waar te nemen. Daardoor kan gericht worden behandeld. Dit bespaart bijwerkingen en geeft betere kansen op genezing. Eureka! Ja, eigenlijk voordat we deze techniek hadden, moesten we het hele kleine bekken behandelen. Want we wisten niet waar dat kliertje zat. Dus u kunt het vergelijken met een kroonluchter. En alle lampjes branden, maar één lampje, dat is deze. Dat is de gemeenerik. Nou, wat moet je doen als behandelaar als je niet weet welk het is en je wilt toch dat één lampje uitkrijgen? Dan moet je ze allemaal kapot schieten. Met een groot kanon schiet je die kroonluchter van het plafond. Nu druk je op de knop en alle lampjes gaan uit. Alleen deze hier, dat ene kleine lampje, blijft branden. Dus nu weet je precies met een telescoopgeweer welke je kapot moet schieten of welke je als chirurg met een lalletje moet gaan pakken om te verwijderen. Patiënten uit de hele wereld komen naar Nijmegen toe om dit te krijgen. Uit Australië, uit Amerika, uit Rusland. Mensen komen echt met de vraag van: God dokter, waar zit mijn kanker en ik kan het nu vroeg laten zien. Als het aan mij ligt, zetten we het morgen in. Voor alle patiënten met kanker in de hele wereld tegen een betaalbare prijs. Maar het probleem is, ik kan maar 150 patiënten per jaar zelf zien. En waarom moet een Australiër helemaal naar Nijmegen vliegen om dit middel te krijgen? Stel je voor, 24 uur heen vliegen, 24 uur wachten op je MR-onderzoek nadat je contrast gekregen hebt en dan weer terug. Ja, eigenlijk is het eigenlijk te gek, hè? Kunt u mij zo goed verstaan? Als ik mezelf kon kopiëren en als we voldoende financiële middelen zouden hebben, dan zouden we bij wijze van spreken morgen al 2 keer zoveel patiënten in Nijmegen kunnen onderzoeken. Als ik radiologen, mijn collega's, heb opgeleid, dan zouden we dat kunnen vervier, vervijf, vertienvoudigen. Alleen het probleem is, dat kost tijd, dat kost geld. En ik ben ook bezig om andere onderzoekers te benaderen van, ja, wanneer zullen we dat samen gaan gebruiken? Maar dat is morgen. Vandaag, helaas, alleen in Nijmegen. Onderzoek is klaar, ik kom je eruit halen. Glas in vliegtuigraampjes en glas in spiegels voor vliegtuigtoiletten. Dat maken ze hier in Voorthuizen. Dat is veel mooier om te zien, veel helderder. Maar het moet natuurlijk niet breken en het moet ook niet branden. Het moet aan allerlei eisen voldoen. En dat wordt hier getest. De mannen zijn er klaar voor. Ik mag volgens mij meetesten. Wat gaan we hier doen? We doen hier een test van 2,5 kilo. Laten we op de spiegel vallen. De spiegel mag kapot gaan. Ja. Maar er mag eigenlijk niet meer splinters van afvallen dan een paar aantal grammen na 90 centimeter. Oké. Okay. Dit is het gewicht? Ja. De bedoeling is volgens mij dat je er 1 keer op klapt, hè? En dan moet ik hem vastpakken. Ja, jij, ja? Nou, jij doet hem zelf. Jij hebt backup, dus, hè? Ja, okay. Ik wil hem al losmaken. Ik vind het echt razend spannend. Gaat hij, hè? Gewoon eruit trekken of ja, moet ik hem een beetje meetillen? Ja, gewoon eruit trekken. Pak jij hem vast? Zo. Kapot is hij. Volgens mij is er überhaupt iets afgesprongen. Nou, het is heel weinig. Hele kleine splintertjes. En die mogen dan eigenlijk niet buiten deze cirkel komen. Ja. Zo fijn is dit. Het gaat kapot,
Maar het blijft allemaal wel als één geheel. Dus het product behoudt wel zijn stijfheid en het blijft wel als één geheel. Dus je krijgt er een barst in, zeg maar kapot gaat hij niet. De Europese luchtvaartautoriteiten willen bij de testen altijd zien dat het stuk gaat. Dus we hebben ook wel testen die we kunnen doen met een kleiner gewicht en dan gaat hij niet stuk. Maar de luchtvaartautoriteiten willen altijd zien dat het stuk gaat, wat ze willen zien. Als hij stuk gaat, wat gebeurt er dan? Nou, bijzonder, hè? Innovatief glas. Nou hebben jullie voor dat glas ook de innovatieprijs gekregen voor de Valleiregio. Klopt. En je hebt klanten over de hele wereld. Is zo'n prijs dan nog leuk? Tuurlijk is dat leuk. Ja? Het is altijd hartstikke leuk om een prijs te winnen. Zeker ook om waardering te krijgen voor je product en al het werk wat je gedaan hebt in de afgelopen jaren. En dan wil ik natuurlijk graag weten wanneer ik in een vliegtuig in de spiegel kijk die door jullie is gemaakt of door een raampje naar buiten kijk. Ja. Die spiegels die kan je, als je in een heel nieuw vliegtuig zit, vanaf volgend jaar al aantreffen. We hebben een contract gesloten met een hele grote vliegtuigbouwer. De toiletten van een grote commerciële vliegtuigen worden voorzien van onze spiegels. Je mag nog niet zeggen van wie, hè? Met nee. Ik draai dat omheen. Hè? Ja. Ik mag dat niet zeggen. Nee. Maar het is een grote Europese vliegtuigbouwer. En alle toiletten zullen vanaf 2016 worden uitgevoerd met goed in de spiegel kijken, dan zie je het uit vanzelf. Voorthuizen. En je ziet het vanzelf. Als er geen waasje overheen zit, dan hebben jullie het gemaakt. Absoluut. En vliegtuigraampjes, want dat vind ik eigenlijk nog spectaculairder. Ja, daar zijn we ook mee bezig. En die vliegtuigraampjes die worden ook wel geleverd, maar hoofdzakelijk voor VIP-vliegtuigen. Dus ik gun het je heel erg. Maar die zal je in privé of in normale passagiersvliegtuigen nog niet tegenkomen. Nee. Alleen maar in hele luxe privéjets. Ja. Ja. Ja, ik heb toch iets niet helemaal goed gedaan, geloof ik. Ik ook niet. Ik ben trots op de Legotheek en eigenlijk vooral omdat het de eerste in de hele wereld is. We hebben hier een half jaar voorbereiding in zitten en hij is er nu. Nou, dat vinden we daar heel erg trots op. Hier een leuk oud Lego City setje en mensen kunnen zo'n set mee naar huis nemen. Ik heb een zolder voor Lego en een groot huis, dus daar staat echt veel op zolder. En mijn broer heeft een groot huis en veel Lego. En we zaten 2 jaar geleden bij elkaar of zo, van ja, wat moeten we daar nou mee? Wachten tot we doodgaan, daar is niks leuks aan. We kunnen het allemaal gaan verkopen, is eigenlijk ook niks leuks aan. Zo is eigenlijk het idee van de Legotheek is geboren. Wat vinden de mensen in Eefde ervan? Ja, die vinden het fantastisch. Het dorpshuis hier in Eefde, dat toch een beetje, ja, waar het toch best lastig is in zo'n klein dorp om daar voldoende activiteiten in te ontwikkelen. De bibliotheek is ermee gestopt hier. En dat er weer activiteiten kwam, vond men fantastisch. Dus we hebben in de afgelopen maanden kwamen er om de havenklap mensen die zagen dat de deur open was, kwamen even binnenkijken en helemaal enthousiast. En ja, we hebben ook alle support gehad, zowel van het dorpshuis als van de gemeente. De burgemeester heeft het geopend hier. Nou, dat zegt toch ook iets. Kijk, en hier hebben we dus allerlei tafels nog waar kinderen zelf tijdens de openingstijden gratis mogen spelen. We zijn nu hier zo mee bezig met de bovenkant. En dat hebben we allemaal al gebouwd. Ja, ik zag een heel oud uitziend boek in het schap staan. Dat roept leuke herinneringen op. En eigenlijk verbaas ik me nog weer over de techniek, de mogelijkheden die in dit boek staan. Dus daar zit ik even met plezier in te bladeren. 50 cent. Dan moet je eigenlijk 5 jaar oud zijn om te kunnen bouwen. Ik en mijn broers zijn nog een beetje van de generatie waar we in bijvoorbeeld lezen belangrijk vonden. Zoals een bibliotheek vonden we best heel belangrijk. En jammer dat zoiets verdwijnt uit een dorp. En ja, de hele dag achter computers zitten. Wij denken dat dat toch voor kinderen eigenlijk voor hun ontwikkeling ook veel beter is. Als ook andere dingen doen. Ja, waar heb je dit? Dit is de eerste in de wereld, zeg maar. En dan voor Eefde. Nou, dat is, wat wil je nog meer? En dan hebben we nog iets heel speciaals hier. Dat is namelijk architecten Lego. Lego heeft vroeger ook kleinere steentjes dan de gewone Lego steentjes gemaakt voor architecten om echt maquettes te bouwen. Nou, we hebben hier, ik denk, de grootste verzameling van dat soort Lego ook weer in de hele wereld. Ja, we zijn echt gek hier hoor. Daar lenen we niet uit, want daar is het veel te kostbaar en zeldzaam voor. Ik zal een bak pakken met de bekende Lego viertjes, maar je ziet meteen al,
mini Lego. Maar daar kan je fantastisch leuke dingen mee bouwen. En dan hebben we allerlei gekke kleuren. Steenrood hebben we hier. Lekker lichtblauw, azuurblauwe pakjes met 1, met 2, met 3, met 4, met 6, met 8. Wit komt natuurlijk veel voor. Groen, zandgroen, hele lange stenen. Nou, grijs spreekt voor zich. En aan de andere kant hebben we nog meer kleuren. Ik ben een setje aan het samenstellen. Die hebben we van de week binnengekregen. En dan gaan we proberen om hem compleet te krijgen. Met de onderdelen die we hier verder hebben. Je wil echt dat wat in zo'n doos zit, hè, die hier staat, wil je gewoon dat het op het steentje nauwkeurig klopt. Het moet helemaal perfect zijn. Al die sets zijn door vrijwilligers gecontroleerd. We praten over meer dan 500.000 steentjes. Er zitten heel wat uurtjes in. Ja. Als je ziet wat we ervoor gedaan hebben daarvoor en dat het nu allemaal hier staat, nou is gewoon geweldig. Is die compleet? Ja, is helemaal compleet. Die gaat ingevoerd worden en dan gaat die in de verhuur. We gaan van het ene glas naar het andere. Want kent u dit? Van die griezelige, donkere fietspaden waar je eigenlijk niet durft te komen omdat je geen hand voor ogen ziet. Een ermeloos bedrijf bedacht daarvoor een oplossing. Glow in the dark wegbelijning, zodat je zonder lantaarnpalen toch licht hebt op je fietspad. Dit marozijn, die pareltjes, wat is het eigenlijk? Nou, dit zijn eigenlijk gewone normale glasparels. Dit is glas? Dit is glas, ja. Okay. Dit is eigenlijk een soort van gemalen glas. Als je het van heel dichtbij zou bekijken, zou het eigenlijk hele kleine bolletjes zijn. En dit is ons beginproduct. Dus dit wordt al eigenlijk op dit moment gebruikt in een normale wegbeleiding. En hoe krijg je ze dan zo fluoriserend, zoals jullie dat doen? Ja. Dat is natuurlijk een heel proces. En we kunnen niet alles vertellen, maar wel een klein beetje erover. Wat kun je erover vertellen? Nou kijk, dit zijn dus de normale glaspadels. Dan heb ik hier lichtgevende pigmenten. Dat zijn pure glow-in-the-dark pigmenten. En deze worden eigenlijk vermengd. Vermengen is niet helemaal het juiste woord, maar die glaspadels worden gecoat met deze pigmenten. En we maken het allemaal zelf. Dit fluoriserende goedje, die pareltjes, zijn jouw bedenksel, hè? Even correct, dat zijn geen fluoriserende, dat zijn fotolumineserende. Oh, sorry. Ja. De fotolumineserende houdt in dat dat licht opvangt en licht afgeeft. Hoe heb je dat bedacht? Pigmenten bestaan al heel lang. We hebben alleen het enige wat ik bedacht heb, het pigment zelf te koppelen aan glasparel. Ja, maar dan zou ik denken, je geeft van die pigmenten aan een glasblazer en nou, die gooit het in het vloeibare glas, klaar ben je. Dat heb ik ook in het begin gedacht. Ja. Nou, bij glasblazer hebben we gezegd, nou, hier hebben we pigmenten, hier hebben we glas, meng bij elkaar, smelten en dan kan ik hem malen hier. Dan heb je glasparels. Maar zo werkt dat niet. Want zoveel pigmenten kan je niet laten opnemen in glas. Ja, dat proces, dat kan je, dat wordt dat gaat niet, dat sla je weer eraf. Dan na het zeven hou je weer pigment apart en glas apart. Ja, dus dat gaat heb niet. Je niks aan. Dus, en dat is het juiste, het hele clue, om 50% kunnen bijmengen. Kijk, en jij hebt een manier gevonden om dat te kunnen doen. Precies. Maar het geheim blijft bij de smid, hè? Ja. Ja. Maar wat kun je wel laten zien? Nou, ik kan laten zien dat ik na het bijvoorbeeld, kijk, dat is in verhoudingsgewijs om te laten zien, gaat 1:1. Ja. Dus 1 kilo glas met 1 kilo paren vers te veel, dat gaat bij elkaar. Ja. Na het proces komt hij hierop aan en dan komt dit als eindproduct eruit. Dit zijn dan vervolgens de pareltjes, zeg maar, die gebruikt worden in de machines die belijnen. Precies. En het idee is, want je zei net, wij testen hier zoveel licht erop en dan moet het zo lang licht geven. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want als je dit in de lijnen hebt zitten, hoe lang geeft dat licht dan? Wij geven een klant aan zoveel gram pigmenten per vierkante meter. Dus als jij wenst dat je een bepaalde oppervlakte 10 uur licht hebt, of 5 uur, of zeg je nou, weet je wat, ik gebruik alleen voor veiligheid. Als licht uitgaat, brand uitbreekt, dan kan ik gewoon naar buiten en voor 15 minuten is mij voldoende. Dan zeg ik nou, gebruik jij 100 gram per vierkante meter. Dan, maar voor beleiding, voor wegen, dan gaan we tot maximaal. Want het bijzondere van het product dat jullie maken is dat het dus echt nagloeit. Ja, dus het ligt niet alleen op als je er licht op schijnt. Nee, maar het... nee. Dus als de zon er de hele dag op staat op die weg, hoeveel uur geeft nou, het dan nog licht? Als 15 minuten zon schijnt, is dat voldoende. Voor? Hoe lang? Dan heeft hij in die 725 gram per vierkante meter voor beleidingen, geeft hij 11 uur na nog licht. 11 uur. Nou, voor het maximale effect gaat het licht eruit. Dat is nu in donker. Ja. Oh, wauw.
Ik heb begrepen dat jullie, je zit hier in Ermelo, maar dat jullie inmiddels wereldwijd gaan, hè, met jullie product. Ja, dat gaat ineens wel hard. Dat is hartstikke leuk. We hebben bedrijven in Canada, Abu Dhabi en we staan op Alibaba. Ik weet niet of je die website kent. Nee? Nee, dat is echt een internationale soort marktplaats. En daar staan wij en dan krijgen we best wel veel bekendheid. Nou, ben jij een echte Willy Wortel? Want je hebt natuurlijk die pareltjes voor die beleiding heb je bedacht. Maar je bent alweer verder gegaan, hè? Waar is dit voor? Dat is om vloer te plakken op beleiding. Dat is gewoon op de vloer? Ja, op de vloer kan je. Oh, dan bijvoorbeeld beton, thuis. Beton, of waar je ook op trap en over worden geplakt. Dat is ook met een anti-slip. En dat geeft ook licht. Kijk. Nou, dat is een van de dingen die jullie maken, is verf. Ja. Ik heb een t-shirt meegenomen. Ik heb begrepen dat ik er even op mag kliederen. Natuurlijk. Ja, kan altijd. Dat is leuk. Heel leuk. Creatief met lichtgevende verf. Oké. Okay. Ik heb een boodschap voor iemand. Oh? Die ga ik erop schrijven. Ben je benieuwd? Ja. Oh, wat mooi. Superleuk. Nou, ik blijf me erover verbazen wat wij allemaal niet uitvinden in onze prachtige provincie. Glow in the dark verf bijvoorbeeld. We zijn weer uitgeïnnoveerd voor vandaag. Dus het licht mag uit. Kijk, dit is wat je noemt eeuwige liefde, Rob. Het werkt. Tot volgende week. Alsjeblieft, eet smakelijk. Dank je wel. Ja, u zult wel denken, die ten voorde neemt het ervan. Maar is puur voor het werk natuurlijk. Want ook hier zijn we goed in Gelderland. In wijn. En in kaas. Daar ga ik u wel eens over vertellen. Maar eerst de voorbereiding.